Goedemorgen, ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en het is heel vroeg, het is namelijk, hoe valt het wel mee? Volgens mij is het iets van 8:30 of zo. Nou ja, vind ik nu even vroeg, aangezien Mick en ik gisteren Valentijnsdag hebben gevierd, wat ik echt heel erg leuk vond. Dus als je de vlog van gisteren kijkt, zie je wat ik allemaal heb gekregen. En als je heel veel zin hebt in deze vlog, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier met deze vlog. Het is vandaag dus vrijdag. En gisteren was dus Valentijnsdag. En ik heb deze, echt deze hele mooie ketting van Mick gekregen van Joy. En ik ben hier zo blij mee. Ik had het ook echt niet verwacht dat ik dit zou krijgen. Dan was mijn cadeau zo anders. Ja, dus die ga ik vandaag omdoen. En gewoon een zwart shirt. Nog even een andere broek eronder doen. Want anders ben ik helemaal zwart. En dan vind ik een beetje saai. Ja, dat heb ik eigenlijk elke dag. Maar oké. Vandaag zit ik van 9:30 tot 6:00. Echt mega lang. En ik heb er ook echt geen zin in. Want daarna ga ik weer naar mijn moeder toe en zo. En dan moet ik altijd heel erg haasten met mijn spullen. En allemaal dat soort dingen. Dus dat is echt niet fijn. Maar ja. Met muziek kan ik wel denk ik even wat leuks filmen in de les. Dan weten jullie ook gewoon een beetje hoe het bij mij daar gaat. Dat is wel interessant. Voor de rest heb ik ook nog een heel leuk pakketje vandaag binnengekregen. En ik wilde het eigenlijk gaan unboxen voordat ik naar school ging. Even kijken waar die is. Een pakketje unboxen voordat ik naar school ging. Alleen dan moet ik het heel erg haasten en zo. En ik hou daar gewoon echt niet van. Want ik moet ook gewoon nog even goed inlezen wat het precies nou allemaal was. En allemaal dat soort dingen. Dus dan denk ik, ja, het is gewoon niet zo'n slim idee als ik dat nu al ga openmaken. Dus dat doe ik dan na school. Maar als je heel veel zin hebt in de vlog, dan heel veel kijkplezier. Oké, daar gaan we. Leuk. Oké, 1, 2, 3. In. Wij hadden net 1,5 uur tussenuur. Dus we zijn met de helft van de klas zijn we naar de Mac geweest. Jee, weer naar de Mac. Lekker gezond. Echt, ik eet zoveel Mac. Dat is echt niet normaal, hè? Tuurlijk. Er komt zondag ook een video van over online. Of in de Mac. En ja, McDonald's McBanks. Sukkel. En hoe heet het? Toen wilden we naar school lopen. En toen bij Leiden Centraal was er een verdachte koffer. Dus wij met z'n drieën vonden het heel bijzonder om dan te gaan kijken. En waarschijnlijk zijn we nu echt gewoon te laat. Want we hebben nu 3 uur beeldende vorming. Ik vraag me ook echt wat. Ik wil echt dat we iets leuks gaan doen. Ja, volgens mij gaan we iets met schablonen en zo doen. Maar dat vind ik dus niet leuk. Daar hou ik niet van. Stempelen en zo. Dat vind ik al helemaal niet. Ik heb gewoon. Weet je hoe kut het is om thuis te komen? Ik heb vandaag gestempeld. Ja. Nou, ik doe het HBO, maar. Ja, en ik heb gewoon kramp in mijn zij, hè, omdat ik zoveel heb gegeten. Echt? En nu ga lopen. Oh ja, dat dus, is wel. Dus ja, ik zal zo meteen bij het beeld voor me nog wel even iets laten zien. Als je straks keihard een knal hoort, dan is het Leiden Centraal. Ja, ja. En we hebben van 3 tot 6. Dan kan ik er. Oké, we hebben dus nu beeldende vorming. En wat we als opdracht hebben is om reclame te maken. Een reclamefoto voor kinderkoffie. En we gaan. Ik ben samen met Guusje. En wat we gaan doen, we gaan het met Mega Mindy doen. Dus dan doen we zo kinderkoffie. En dan krijgt Mega Mindy heel blij. En met geen Mega Mindy. Ik wilde net gaan vloggen. Oh, jij bent aan het vloggen. Ik wilde net gaan vloggen. En nou, we laten zo meteen wel even het eindresultaat zien. En we hebben dus van 3 tot 6 beeldende vorming. Duurt te lang. Nou, dit is dus het niveau van de pabo. En waarschijnlijk mogen we dus een 1/2 uur eerder weg en dan ben ik om 6:00 thuis. Ja. Jij wel. Ja, dus je moet nog 2,5 uur naar Biesenbortel. Ja. Of mag je niet vertellen waar je woont? Ja hoor. Ik ga ze hier naar buiten tussen die 1200 inwoners. Dan moet je wel opzoeken. Ja. Dan denken mensen, wat doe jij hier in Leiden als je ook helemaal daar woont? Omdat ze deze opleiding heel leuk vond en ze vorig jaar ook al in Leiden studeerde. Toch? Of niet? Dat is wel de reden toch? En het mega. Ga je nou filmen hoe slecht ik dit kan? Ja?
Die is wel echt leuk. Die is echt leuk. Laat ze van dichtbij zien. Thanks, girl. Ja, komt wel goed, schatje. Wereldberoemd dadelijk. Ja. Nee, dit ziet er echt niet uit. Hij moet lager, of niet? Ja, het klopt niet, hè? Oké, dit is hem geworden. Hij is echt heel erg, maar wel leuk. Oh, het is een soort meme geworden. Ja. Oké, ik ben al een tijdje klaar met school. Ik was dus om 6 uur pas klaar. Toen ben ik heel snel naar mijn moeder gegaan. Heb ik allemaal spullen ingepakt. Dus die staan nu hier allemaal op de grond. Ik ga ik straks even uitpakken. Ik heb net even avond gegeten, maar ik ga nu eerst Mick ophalen. Want Mick moet werken tot 8 uur en het is nu 8:15. Dus ik ga hem even ophalen, want dat vond ik wel zo lief. En ik wil echt gewoon Temptation Island vanavond gewoon vol gaan kijken. Gewoon Temptation Island avondje, maar geen idee of ze dat wil. En ik moet zo meteen natuurlijk nog even dat pakketje unboxen. Dus dat zal ik zo meteen ook even aan jullie laten zien. Ik ga in ieder geval nu eventjes Mick ophalen. Dus jullie zien mij zo meteen terug met Mick. Hey! Hallo. Goed. Ik kan wel vertellen dat jij naar mij toe kwam. Ik ben er, jongens. Ja, en wat gaan we nu doen? We gaan een hamburger maken. Ja. Goeie. We gaan een hamburger maken en daarna... Je mag niet de dingen in elkaar, of je mag niet de tv. Waarom niet? Dus ik ga nu een hamburger voor Mick maken. Wat dan? Niet. En daarna gaan we Temptation Island kijken. En we hebben nog Ben & Jerry. En 43 heb ik gehaald. En Mick heeft 43 gehaald. En kijk eens naar de ketting. Mooi, hè? Hoe heet het? Ik moet ook zo meteen nog even een pakketje filmen. Zal ik dat nu even doen? Ja, kom. Ik ga even boven pakken. Dit is als je net zo chagrijnig is. Wat? Kijk, zo reageert ze dan. Ik ben helemaal niet chagrijnig. Kijk eens. Zo, je moet het hoofd zien. Oh, dat nieuwe beeld. Ik ga het vastleggen. Mick, kijk nu. Op je vlog kijken hoe je dan opeens doet. Opeens je doet alleen maar voorhoofd, schat. Dus maar niet uit. Nee. Oké, Mick die gaat nu even zijn hamburger eten. Alleen ik had nog een pakketje ontvangen, dat zei ik vanochtend ook al. In deze doos. Lekker. Eet smakelijk, schat. Oh. En het pakketje is van Dutch Blend. En ik heb nog nooit daar iets van ontvangen. En ik heb dus nu een goodiebox ontvangen. En die ga ik even aan jullie laten zien. Je maakt hem zo open. En dan, ik zal eerst even uitleggen wat het is. Ja. Zal ik het ook even aan jou uitleggen? Ja, ik weet niet wat het is. Nou kijk, het is een site. Mm-hmm. En daar kan je dus je eigen account aanmaken. Ik vertel het nu even voor jullie allebei. En ik heet daar x-janette. En dan maak je dus een account aan. En dan kan je dus bijvoorbeeld zo'n box bestellen. Want deze box is ter waarde van 129 euro. Maar je kan hem dus al voor heel goedkoop kan je hem dus kopen. Maar het is ook een soort van marktplaats. En dan kan je dingen van elkaar kopen. Van merken of zo. Of dingen die je wegdoet. En zo kan je dan elkaar volgen. Dus als je het leuk vindt om mij te volgen daarop, kan dat ook. Ik heb een eigen account en ik zal het in de beschrijving zetten. En je kan dus ook 1 keer in de 3 maanden zo'n goodiebox bestellen. Als jullie je net volgen op Insta, is dezelfde naam die ze op Insta gebruikt. Nou, zo moeilijk is het niet. Ja, want ik dacht dat is wel makkelijk. Nee. Gewoon mijn Instagram naam. Snap je? Dat kan ik gewoon zeggen. Dus dan komt het zo binnen. En ik ga even laten zien wat er dan bijvoorbeeld in zo'n goodiebox zit. Ik heb zelf ook nog niet gekeken. Er zitten 8 dingen in. Die is voor mijn kerstvloging. Als eerste deze zuurstok erin. Ik heb geen idee waarom. Er zit ook eten in. Wacht, ik ga even alles af. Dan zit er... wat er dus in kan zitten, kan eten in zitten, maar ook sieraden en make-up. En wat hierop staat... Urban fruit. Perfect pineapple. Oké, dit ga ik een keer proeven in een vlog. Dus als je dat een keertje wil zien. Dan zit er ook nog een zure mat in. Ja. Van Yo-Yo. Ja, ik wel. Zo ziet hij eruit. Is het gezond of niet? Dat weet ik dus niet. Ik weet niet precies wat... Was het gezonder zeker niet? Ik denk dat het wel gezonder is. Het is anders. Zonder toegevoegde suikers. Maar het is een zure mat. Er zit toch alleen maar suiker op. Hier ben ik ook heel benieuwd naar. Ga ik ook een keer in een vlog. Dan zie ik dat er een scrunchie in zit. Deze kleur heb ik nog niet, want ik draag altijd van die scrunchies. In de kleur Sherry Red. Maar Bordeaux rood. Ja, Bordeaux rood. Goed zo. In zit, dus ik ga even kijken. Die helemaal erin. Mm-hmm. Oh, een kaars. Nou, die is niet zo flauw.
Er zit echt een ringetje in. Er zit echt een ring in. Met een kaart. Dat zei ik wel, vind ik al. Want ik moest ook mijn ringmaat doorgeven, dus ik pas hem gewoon. Dan kan ik die weer ergens bij doen, want ik draag altijd heel veel ringen. Dan doe ik die hier. Ziet dat er raar uit? Nee. Is dat leuk? Ja. Oeh. Kijk, deze ring zit erin. Duur dat ding dan? Wat? Die box. Die ring. Dat weet ik niet, maar de box is ter waarde van 130 euro. Oké, deze ring. Deze kan ik dan bijvoorbeeld op mijn account... Als je een paperclip in je vinger hebt, beschoven. Nou, mik overdrijf weer. Maar deze kan ik dan bijvoorbeeld op mijn account zetten. En dan kunnen jullie deze kopen. Maar Mick, er zit ook een horloge in volgens mij. Kijk, er zit een heel mooi doosje in. Zit hier een horloge in. Dus ik ga even kijken. Maar dit horloge is sowieso heel duur. En er zit ook nog een kaartje in dat je een gepersonaliseerd armbandje kan maken met je naam erop. Dus ik ga wel shopping. Dus als je het heel erg leuk vindt, kan je mij dus volgen hierop. En dan kan je zelf ook een account aanmaken. En dan kan je zelf ook bijvoorbeeld een box bestellen. Of je kan kijken wat andere mensen dus verkopen. Dus dat is het idee. Oké, ik was de vlog aan het editen. En omdat mijn camera elke keer vol is, verwijder ik elke keer beelden via mijn camera. En nu heb ik dus de laatste beelden van de vlog verwijderd. Super stom en ik ben er ook echt heel erg boos over, maar het is niet anders. Dus dit was het einde van de vlog. En er komen binnenkort weer andere vlogs aan. Dus als je daar heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden als je even abonneert. En dan is dit hierbij het einde van de video. Doei doei!